Zo, we zijn anderhalve week voordat de rally naar de Noordpool richting Poolcirkel gaan doen, zeg maar. Dus we gaan nu even de auto langslopen wat we allemaal gedaan hebben, wat we nog gaan doen, zeg maar. Dit is eigenlijk de auto, een Jeep, mooie auto, ze hebben een goede motor erin. Wat we al gedaan hebben, dat zijn de boel en de sidebars erop, zeg maar. Nou, de reden, dat hebben we al uitgelegd. Onder de motor komt nu nog een voorverwarmingssysteem in, zodat hij niet bevriest. Andere accu's, zwaardere accu's en we samen met een omvormer, dus dat we ook stroom hebben, dat we dat allemaal goed voor elkaar hebben. Nou, in de auto zelf komen ook een aantal aanpassingen. Buiten het standaard navigatiesysteem nemen we nog twee extra navigatiesystemen mee en een laptop. Waar, met internetverbinding, waar we dus alles mee gaan doen, zeg maar. Komt een voertuigvolgsysteem zit erin gebouwd, waardoor we dus altijd te traceren zijn en te volgen zijn. Dus dat is waar we dus nu mee bezig zijn. Bovenop het dak komen vier spotlights. Die hebben we daar achter staan, dan lopen we er nu ook meteen even naartoe. Dit is voor de nodige verlichting. Die komen er even tijdelijk op. Nou, dan moeten we in ieder geval genoeg licht hebben. En dan voor de rest worden we morgen of overmorgen en vrijdag worden de stickers erop gezet. En dan moeten we er in principe klaar voor zijn. En dan gaan we ervoor.